Hoi, ik ben Lieke. Hoi, ik ben Kirsten. En wij zijn projectleiders open leermaterialen bij SURF. We zijn hier vandaag bij de conferentie OI Global 2018 in Delft. En we hebben wat mensen gevraagd van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen wat zij zien aan trends en wat ze meenemen naar hun eigen instelling van deze conferentie. Nou, ik zie dat er verschillende vormen van open zijn. Open research, open data, open access, open onderwijs. En ook verschillende aspecten van open. Qua taal, qua toegankelijkheid, qua licentie, etc. En aan de ene kant zie ik een soort verbinding, dat die naar elkaar verbonden worden. Dat het voor hetzelfde, allemaal hetzelfde goede doel is, om sneller te ontwikkelen. Aan de andere kant zeg ik, het hoeft niet allemaal tegelijkertijd allemaal bereikt te worden. Wat mij is opgevallen, de afgelopen twee dagen dat mijn definitie van open helemaal is veranderd. En dat ik een trend zie dat we het even heel erg over delen hadden. En wat er nu gebeurt is dat mensen het veel meer over co-creatie hebben en ontwikkelen. Dus niet zozeer aan de achterkant het is klaar, we delen het. Maar gewoon vanaf het begin af aan al samenwerken met als doel delen. Ja, het is waarschijnlijk ook makkelijker om software te delen wat wel of niet werkt dan onderwijs te delen. Want onderwijs is impliciet ook heel persoonlijk. Daar zit je zelf als docent in. Dus dat is een veel ingewikkelder. En dat betekent voor mij dat we mogelijkheden moeten bieden voor docenten om in het open onderwijs ook zichzelf terug te kunnen vinden. Maar wat ik zelf vooral deze conferentie zie en meeneem en dat mij ook wel inspireert, is dat ik hele mooie praktische voorbeelden zie. Van colleges vooral, de wat kleinere praktijkgerichte instellingen die met een aantal docenten gewoon aan de slag gaan. En daarmee elkaar overtuigen. En dat zijn hele mooie voorbeelden van hoe het onderwijs opengemaakt kan worden. Maar vervolgens is het wel heel leuk om dan ook te zien hoe je dat in de dagelijkse praktijk brengt. En eigenlijk moeten onze docenten in Nederland dat veel meer horen en zien. Want dan weten ze hoe leuk het kan zijn. Wat mij op deze conferentie bevestigt is dat vooral samenwerking belangrijk is. En misschien dat een Afrikaans spreekwoord dit illustreert. Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen. We hebben mensen gesproken van over de hele wereld met een heleboel verschillende nationaliteiten. Open, dat doen we gewoon. Ja, open doen we gewoon samen.